Ja, geluid loopt, camera loopt. Start er maar. Hey you, you better start to move your feet. Hoe lang ga je zitten zeiken trouwens? Bondscoach, goedemiddag. Goedemiddag. Het is 21 augustus. Ruim 2 weken voor die hele belangrijke wedstrijd tegen Wit-Rusland. Wat doet Guus Hiddink, de bondscoach in Barcelona? Reizen, kijken naar spelers. Feyenoord speelt hier, kijken hoe de vorm is. Je reist veel. Ik ben het weekend naar Londen geweest, 2 wedstrijden gezien. Dan zie je vandaag, morgen weer, overmorgen weer een paar wedstrijden. Daar hou je de fysiek niet zwaar. Je bent gewend te reizen, dus dat is niet zo zwaar. En dan spreek je ook de spelers? Ja, normaal. Kijk, die zijn toch een paar dagen hier en je gaat dus naar het trainingskamp. Dus je spreekt normaal de mensen die daar, of de leiding, of de mensen, of de spelers. Ja. We gaan je volgen de komende 2 weken. Zo. We beginnen hier in Barcelona. Ja, oké. Okay. ¿A qué equipo está entrenando ahora? Ahora estoy con la selección holandesa. Ah. Nog in. Ja, nou. ¿Cómo podemos entrar en el palco? A ver, pasa por aquí. ¿Puedes entrar al palco? Sí, ok. ¿Cómo visto la entrada? Goed. Hola. ¿Es el show? Is je ook welkom. Ja. Welkom. Ik was vanaf vrijdag ziek. Está en el palco de ya se lo van a dar. Vale, vale. Aquí tomamos un café. Sí, por favor. Venga, perfecto. Bezoek jij wedstrijden of bezoek jij spelers die voetbal spelen? Dat laatste. Je hebt natuurlijk, zoals ik al een half jaar geleden gezegd heb, een selectie van rond de 25 man. Nou, en dan ga je kijken naar die groep welke spelers in jouw concept kunnen spelen en hoe de vorm van die spelers is. Maar die groep is groot, dus ik kijk voornamelijk naar spelers, hoe zij acteren. Ja. Zie jij die wedstrijd dan wel? Jawel, die zie ik. Je probeert wat perifeer te zien, maar je richt je toch op hoe de spelers die jij in het oog hebt de situaties oplossen. Hoe vind je het om hier terug te zijn in deze ambiance in Spanje? Ja, is mooi. Heb je dat gemist? Waarom ben ik niet eerlijk? Ja, dat heb ik gemist. Dat klopt. Het is een heel andere cultuur. Het leeft elke dag. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet met veel ambitie bij het Nederlands elftal werk. Omdat ik één doel heb. En ik niet alleen, meerdere met mij. Velen. Om naar Engeland te gaan. En dat is een hoog doel. Maar als je even hier bent, dan komen natuurlijk weer de herinneringen van een paar jaar Spanje op. Heeft Freek de Jonge verstand van voetbal? Ik heb, Want jullie zitten wel te praten tijdens die wedstrijd. Gaat ja, maar niet te veel. Ik sluit me af en toe af. Ik heb één goede of slechte gewoonte dat ik me tijdens wedstrijden nauwelijks laat afleiden. Nou ja, af en toe is er een opmerking en dan zeg je iets terug om even te laten merken dat artiest zijn en voetballer zijn of trainer zijn, ja, weer iets anders is. Ben jij geen artiest? Nee, in die zin zoals hij is, voel ik mij geen artiest. Nee. Kom maar, Mike. Speel aan. Kom maar, Ronnie. Maak de wissel. Nou, ga je. Lopen, gewoon lopen. Meelopen. Hey, Aron, praat met die twee daarvoor. Haal de eikel dan terug zo lang. Aaron, kijk over je schouder, Aaron. Kom eens daar voorin. Ja.
Zijn er grijze haren bijgekomen de afgelopen week? Ja, ik heb ze niet geteld. Nee, er waren al een aantal, ja. Nee, het is niet zo dat ik van de een op de andere dag wit geworden ben. Maar je ogen staan vermoeid. Dat klopt, omdat je nu in een fase hebt gezeten waarin je veel nagedacht hebt, gesprekken gevoerd hebt, gaat analyseren en je moet dan tot iets komen. Kijk, dat is één ding waar ik dan mij op fixeer en met mij velen. Ja, dat is juni 96. Dat is zo'n groot doel. En ja, dat wil je goed bereiken. We zitten nu 6 dagen voor die wedstrijd. Dat doel, in het slechtste geval, zou volgende week verleden tijd kunnen zijn. Houd je daar ook rekening mee? Ik denk daar niet aan, moet ik zeggen. Nee. Je kunt niet alle gedachten uitbannen. Hè? Je kunt veel denken in korte tijd. Maar dat heeft bij mij niet de boventoon. Integendeel. Ook omdat je dat wegstopt? Of dat is er gewoon niet? Nee, dat is er niet. Omdat je ervan overtuigd bent. Als aan alle voorwaarden voldaan wordt, dat die resultaten gehaald gaan worden. Lieve Guus, veel succes op het EK. Groetjes, Maaike en Linda. Kun jij nog genieten van een voetbalwedstrijd? Los van het resultaat, maar kun je genieten van een voetbalwedstrijd? Ja. Ja. Ja, zeker. Hoewel, ja, kijk, als je... Ik heb natuurlijk de laatste periode bijna dagelijks wedstrijden gezien. Maar ik kan nog steeds genieten van wedstrijden. Ik merk dat als ik richting een stadion ga, dat ik vrij snel... Dat ik me pas versnel om naar het stadion te gaan. Ja? Ja. Dat merk je... Dat is de aantrekkingskracht. Ja. Dus ik geniet er nog... Ik geniet er steeds van nog. Als ik niet meer zou genieten, waarbij je natuurlijk wel altijd je overpeinzing hebt om tot beslissingen te komen. Maar als ik niet meer in grote lijnen zou genieten, dan zou ik stoppen. Dan zou ik wat anders gaan doen. Dan heb je wel eens dat je zit te puzzelen. En dan zit je op een gegeven moment, raak je geblokkeerd. Dan zie je dat even niet meer. Nou, dan kun je blijven puzzelen. Wat ik dan wel eens deed, dat ik in Spanje, dan ging ik naar het strand. Of een bos in, of iets anders. En dan tijdens die periode dat je dan ergens was, komt er wel eens een ingeving van, zo moet je het doen. Nou, en daar moet je vaak, tenminste, daar vind ik, moet je vaak gehoor aan geven. Ken je angst? Nee, angst ken ik niet. Als ik, ja, de gewone normale dagelijkse angst, ja, van een kruispunt overjagen, dat natuurlijk wel. Maar nee, de angst die jij bedoelt is, die ken ik niet. Anders had ik ook niet naar het buitenland moeten gaan, had ik niet op avontuur moeten gaan. Als dat... De angst om te verliezen, is dat dat? Nee, maar dan calculeer je al verlies in, dus daar ga je niet van uit. Dan stop je het dus weg. Als je angst negeert, dan stop je de mogelijkheid dat je verliest, stop je weg. Ik zeg niet dat mijn angst is een heel, heel groot woord in deze. Er is natuurlijk altijd, zijn er gedachten die daar wel eens over kunnen gaan. Alleen het gaat erom, die angst, is dat een negatieve angst die een faalangst teweeg kan brengen of een positieve lading kan krijgen? Nou, dat laatste, daar zit ik meer in. Maar dat wil niet zeggen dat je niet angst kent in die zin, maar niet zo zwaar beladen van, oh, wat gebeurt er als ik verlies? Nee, elke sportman die kent de momenten van falen of die voelt de momenten van falen. Nou, de een wordt daar depressief, passief van. De ander geeft dat juist een stimulans om te presteren. De leukste kanten aan het vak van bondscoach is het moment dat je weet dat je naar Engeland gaat. Gaan we het meemaken? Ja, natuurlijk.
deze nacht je normaal alleen in films ziet. Zet vast, zet vast! En het is nacht je bezoeken in je borsten liet. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik het nooit beleven zou. Michael! Maar vannacht beleven met jou. Oh, oh, oh. Maar Frank, je scherp in je vrije trappen, hey, come on! Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik het nooit beleven zou. Maar vannacht beleven zou. Oh, Joeri Mulder! Joeri! Ja, Joeri! Joeri! Joeri Mulder! Het is een nacht die je normaal alleen heeft. Die wordt me zo Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik nooit beleef.